Ik heb nu wel een aantal handschriften laten zien. Maar langzamerhand naderen wij de tijd dat ook de boekdrukkunst werd uitgevonden. En dat was wel revolutionair, maar er zit toch wel wat kleine stadia in. En dat wil ik laten zien aan de hand van twee boeken. Dit is een werk wat helemaal bestaat uit plaatjes. Dat is allemaal gemaakt door middel van houtsneden. Het is een vermoeden dat de boekdrukkunst ongeveer rond 1440, 1450 is ontdekt, ontstaan. Maar voor die tijd werden ook al boeken gedrukt. En dat werd door middel van houtsneders gedaan. En dan moet je echt voorstellen dat dat echt allemaal verschillende plankjes waren, waarin werd gekerfd als het ware. En dat werd gebruikt om het boek met inkt te bedrukken. Op in dit geval papier. En later is het dan ook ingekleurd. In 1460, 1470 vermoedelijk gemaakt. En het gaat echt hier om een van de oudste drukwerken van de Nederlanden. Het mooie is dat dit dus eigenlijk een soort beginvorm is van het boekdrukken. Dit noemen wij eigenlijk ook wel de zogenaamde blokboeken. En daar hebben we in de oude boekerij, de oude stadsbibliotheek, een redelijk aantal van. Dus dat is heel interessant en heel bijzonder ook. Want elk werk is natuurlijk uniek. Dat geldt voor de handschriften, maar dat geldt dus ook voor deze blokboeken. Het ziet eruit als een oud handschrift. En dat is het dus niet, want hier hebben we voor ons een incunabel. Een incunabel wil zeggen dat dit een wiegedruk is en dat dit een druk is wat een van de eerste drukwerken is met losse letters gedrukt. En een incunabel kan gedrukt zijn tussen 1450 en 1500. Na die tijd noemen we het geen incunabelen meer. En het leuke is hieraan dat dit boekwerk heel erg lijkt op een handschrift. Je moet het eigenlijk zo zien dat men was natuurlijk heel erg gewend om een handschrift in een bepaalde manier op te stellen. En dat is wat je kent. Dus wat ga je doen op het moment dat je wel een nieuw middel gebruikt om je boek te maken? Je volgt eigenlijk de manier zoals je gewend bent. Dus zoals een handschrift eruit zag. En je ziet het met name aan de sierkapitaal, de initiaal aan het begin van dit werk. Dit boek voor mij, dat is ook weer een enorme foliant. Dus moet je nagaan hoe groot, hoe machtig dat eruit heeft gezien. Dit gaat om de Biblia Regia, dat is de Koningsbijbel, de zogenaamde Koningsbijbel. En waarom die zo heet, heeft te maken met de grote Philips II, nog wel bekend uit de 80-jarige oorlog. Die heeft deze Bijbel eigenlijk zijn fiat gegeven om deze Bijbel te laten drukken. En deze Bijbel is in Antwerpen gedrukt bij Plantijn en is ook heel beroemd geworden. Nou hebben wij in Haarlem het fantastische werk dus ook liggen. En het mooie eraan is dat wij zeer waarschijnlijk de Bijbel hebben die ooit in bezit is geweest van Willem van Oranje. Nou, dat kunnen niet veel andere bibliotheken zeggen. En waarom denken wij dat? Omdat de boekband het wapen draagt van Willem van Oranje. Deze Bijbel is niet alleen in het Latijn gedrukt, maar heeft alle grondtalen waarin de Bijbel ooit is vertaald. Dus dat betekent niet alleen in het Latijn, maar ook in het Oud-Hebreeuws, het Aramees, het Syrisch. Daarnaast dus ook nog het Grieks en het Latijn, zoals ik al zei. En dat allemaal naast elkaar. En dat noemen wij ook wel de polyglotbijbel. Polyglot wil zeggen meertalig werk.
weer zo'n foliant. En ook deze is in meerdere delen uitgekomen. En dit is een atlas. En dit is een atlas van de wereld. Het is niet zomaar eentje, nee, dit is echt een wereldberoemde atlas. Gedrukt en uitgegeven in Amsterdam. Deze atlas is uitgegeven bij de drukker en uitgever Johannes Blauw. Daarvan zijn er wereldwijd 200 tot 400 drukwerken. Maar wel verschillend, want het een is in het Latijn, het andere is in het Nederlands. En wij hebben een Latijnse versie, dat is ook de oudste versie. Dus van gedrukt van 1661 tot meerdere jaren, want zo'n groot werk kan je natuurlijk niet in één jaar drukken in die tijd. En het mooie van deze atlas is dat het ook met de hand is ingekleurd. En dat maakt het extra bijzonder. En je betaalde ook in de 17e eeuw daar ook extra voor. Een niet ingekleurde atlas, daar betaalde je 350 gulden voor in de 17e eeuw. En voor een met de hand ingekleurde atlas betaalde je 450 gulden. Dit is een toneelstuk wat handgeschreven is. Het is dus nooit uitgegeven in druk. En daar hebben we een aantal van in de Stadsbibliotheek liggen. Wat dus uniek werk is en prachtig opgeschreven. Het ziet er misschien niet heel erg mooi uit, vrij eenvoudig. Maar desalniettemin heel erg belangrijk, omdat het een uniek werk betreft. Dan denk je nou, dit is klein, dun, maar we hebben nog kleiner. Ik kan het zelfs oppakken. Dit is een liedboekje. En waarom het zo klein is, heeft mee te maken dat liedboekjes vaak mee werden genomen in de zak. Dus een klein zakboekje. Want men wilde overal zingen en niet alleen maar in de krochten van een bibliotheek, of waar dat boekje ook stond. Dus vandaar dit kleine formaat. Het heet Christelijk Vermaak, bestaande in verscheiden stichtelijke rijmen en gezangen. De Oude Stadsbibliotheek heeft dus niet alleen die mega zware grote folianten, maar ook hele kleine boekjes en alles wat daar tussenin te vinden is.